Hallo, wij zijn Bucklefish en de band is ontstaan. Door twee, ja, ik heb echt niet. Wil jij anders proberen? Wij zijn eigenlijk ontstaan door de broers Glenn en Jill. Zij zijn ooit eens begonnen met nummers te schrijven, maar met hun tweetjes klopte het niet. Dus ze zochten nog een derde of een vierde lid. Ik kende Glenn via de muziekschool en hij heeft mij op een keer gevraagd van ja, wil jij eens niet bij ons komen repeteren? En ik heb dat gedaan. Dan was het een maand stil, hebben we even stilgelegen met examens of zo. En dan heeft hij mij nog eens uitgenodigd. En is dat elke week een beetje gekomen. Ze hebben elke week beginnen repeteren. Ja. Tot een bepaald punt. Ik zag ergens een wedstrijd online staan. Ook via gemeenschappelijke vrienden. Die hadden mij dat verteld. En ik dacht van, weet je wat, waarom niet? We zijn nu nog maar juist bezig. Maar ervaring kun je maar opdoen door het zelf te doen. En we hebben dan deelgenomen aan de Galmuzant in Tollenbeek. We hadden drie nummers. En die hebben we gebracht. We hadden drie akoestische nummers. Dat was alles wat we hadden. Ja. Dus daarmee hebben we het gedaan. Ja, en we hebben dat dan die een dag ook gewonnen, samen met Backseat. Ja. En compleet onverwacht trouwens. Ja, compleet onverwacht, want we dachten echt zo van, wat is dit? Ja. We geloofden het ook niet. En dan was het eigenlijk een beetje stressen, want we hadden nog maar drie nummers. En wij moesten een heel uur vullen. Wij zijn daar een maand op voorhand mee begonnen, voordat het dat optreden was. En we zochten ook nog een bassist. Ja. En ik kende via mijn vorige band wel iemand die eventueel zou geïnteresseerd zijn. En uiteindelijk is zij toch wel de persoon geweest die is gebleven. En we zijn super content met haar. En we hopen dat ze nog steeds wil blijven. En ik ook met Dunja uiteraard. En ja, dan hebben we de vijf ook feesten gedaan. En dan hebben we zo een beetje gezegd van oké, dit werkt wel. We zijn een goed team. We kregen ook veel complimentjes van mensen. En sindsdien zijn we eigenlijk vol een bakker voor aan het gaan. Ja, ja dat klopt. En allee, we amuseren ons echt. We zijn echt een groep vrienden. En ja, we spelen eigen nummers. Wij allebei, wij schrijven allebei eigen nummers. En we brengen die live. En dat is echt heel plezant om die nummers live te brengen. Dat je die aan het publiek kunt geven, want vroeger schreven we eigen nummers, maar dan bleven die in onze kamer of op onze zolder liggen. En het is echt wel plezant dat we dat nu kunnen overbrengen. En dat is wat we graag doen. En dat proberen we ook zoveel mogelijk te doen. Dus echt veel optredens te doen. Maar dat is niet altijd simpel om optredens te vinden als beginnende band. We hebben ons onlangs ingeschreven voor de Rock Rally van Pop-Up Park. Dat is een gratis festival in Zaventem. En we waren eerst zelfs niet geselecteerd, maar we stonden op een reservelijst en er had een band afgezegd. En wij mochten invallen en dan de voorronde ook heel onverwacht gewonnen. Dan naar de finale gegaan, echt compleet zonder verwachtingen. En ze hebben voor ons gekozen, de jury. Dus ja, dat was echt onverwacht, maar we waren echt super blij, echt niet normaal. En die affiche is vandaag uitgekomen, dus we staan als opener op het festival voor André Brasseur en Bart Peters. Die is hoofdact. En dat is 15 augustus en daar kijken wij echt enorm naar uit. Dus daar gaan we echt ons best voor doen om dat goed te doen. Ja, dus daar werken we momenteel naartoe eigenlijk. Ja. Still I can't see the trees.